Kun je een paar van de 10 geboden opnoemen? Ik kan ze allemaal opnoemen. Ja, die ken ik wel. Ja. Ja, tuurlijk. Ja. Maar ik weet niet of ik ze nog helemaal ken. Ja. Het zou erg wezen als ik die niet kende. Vertel ze eens. Eert uw vader en uw moeder. Je mag niet stelen. Ga zelf niet doden. Overspel plegen. Geen valse getuigenis spreken. Oh, wat erg, Rika. Ja. Hoeveel heb ik er nou gehad? Oh, dan ben ik op de helft. Hè? Dan heb ik er nog geen 10, hè. Kun je de ingrediënten vertellen van het kerstverhaal? Maria die krijgt geloof ik een engel aan haar bed. Een onbevlekte ontvangenis. Wordt verteld door aartsengel Gabriel. Ze moest voor de volkstelling naar Bethlehem. En er was geen plaats in een herberg. Dus ze komen uiteindelijk in een stal terecht. Wordt Jezus geboren, die ligt in een kribbe. De 3 koningen. Balthasar, Melchior en Kasper. Die komen daar geschenken brengen. Mirre, goud en wierook. Herders. Die voelden zo de sterren. Ja, dan wordt verteld dat ze weg moeten vluchten. Omdat Herodes gezegd had dat alle jongetjes onder de 2 jaar vermoord moesten worden. Why is it that we find it so difficult to remember 10 simple rules, but are capable of retelling an elaborate story in quite some detail? Het is een opeenvolging van gebeurtenissen, dus dat is makkelijker te onthouden dan losse geboden. Beeldend vertellen, dat blijft beter hangen bij mensen. Omdat ik denk dat het een grote mate van herkenbaarheid heeft. Stories, such as the story of Christmas, are made to stick. That's why stories are more easily remembered. They can move people and motivate them to do things differently. Better, more safely. En zo heb ik een patiënt tijdens een dienst niet naar het ziekenhuis gestuurd. Dat iedereen uiteindelijk niet goed geplaatst is. Waardoor deze mevrouw uiteindelijk een paar uur later is overleden. Aan de verkeerde kant. Patient safety in the Netherlands also began with a story. The story of nearly 2,000 unnecessary deaths every year due to medical incidents. Things had to change. A national safety program was set up and an extensive process involving certification and accreditation ensued. It was a success. By 2012, the number of avoidable deaths in hospitals had been cut by 50%. But all of these good intentions have resulted in a dense framework of protocols and registrations. De administratieve burden is considerable. Ja, het is een soort jungle aan registraties geworden. Ik denk dat de registratie momenteel bij zorgverleners leidt tot frustratie en ergernis en gezien wordt als een last en niet wordt gezien als een instrument om te verbeteren. How can we return to the meaning of safe healthcare? How can we create an open and secure care culture? Foundation Zorgveilig.nl engages with these and other issues. Safety is not a result of rules and procedures, but rather of people's actions. This road junction in Ethiopia regulates itself. We do things differently in the Netherlands, but however you choose to organize things, accidents will happen. We believe that a safe culture starts with exchanging stories, the personal experiences of doctors, nurses and other healthcare professionals. Ik ben echt wel een tijd lang gewoon echt wel van de kaart geweest. En ook wel het idee van ja, als mij dit nu nog een keertje gebeurt, hè, als ik nog een keer wat mis, dan kap ik er gewoon mee. Dan stop ik als huisarts. Dan ga ik niet verder, want dit kan ik niet nog een keertje aan op dit moment. But also the stories of patients and their families. Die bloeding werd steeds heftiger, blaasbloeding. En ondanks herhaaldelijk verzoek van de verpleging en bij mij, vond de arts het niet nodig om in te grijpen. For every individual experience is a building block towards a greater story, that of our culture of safety. Our story caravan travels from one healthcare facility to the next, collecting stories and sharing them with one another. What sort of issues keep you awake at night? In nette bewoording dacht ik toen, shit, dit had niet moeten gebeuren. By entering into a frank and open dialogue, we create an environment conducive to honest discussion. An environment offering room for creativity. An environment in which healthcare professionals can once again be custodians of safe care. Because not only does a colleague or patient's personal story stick in our mind, it also activates us. In de luchtvaart is het begonnen met praten in de bar. De afloop van vlucht, de afloop van incidenten. En nog steeds gebeurt dat. Als er iets niet helemaal lekker is gegaan, wordt een afloop
onder een biertje of een kop koffie over gepraat. Risicobewustzijn moet vergroot worden en door het vertellen van verhalen kun je die mensen bereiken. Omdat je daarmee mensen in het hart kan raken. En ik ben ervan overtuigd dat de ratio één is, maar dat mensen uiteindelijk veranderen op de emotie. Moreover, fixed protocols can also blind people to alternatives. Creative thinking will continue to generate new stories. We're pretty sure you'll never forget this one.